Ondanks het wat tegenvallende weer ben ik vandaag afgereisd naar het Hilton Hotel in Amsterdam. Hier is namelijk UFC 2010 Undisputed speelbaar. Nou, de producer van de game die komt wat uitleg geven en er is ook een echte UFC fighter uit Nederland aanwezig. Het voorgaande deel was heel erg populair, dus ik heb ook veel verwachtingen van de versie dit jaar. Been a cheeky bastard, man. And look up with the drama we started. Now I'm in here laying on my back, singing DJ. Want to give me one more track? Okay, ik sta hier met Hollands trots, Stefan van de UFC. Nou, jij zit natuurlijk in de game. Hoe is dat nou om echt in zo'n game te zitten? Speel je daar een beetje mee met echt de grootste vechters al? Nu vooral met mezelf natuurlijk. Dat is gewoon top. En ja, het is... Toen ik het voor het eerst zag was het wel vreemd. Je kan jezelf niet echt voorstellen, maar ja, helemaal te gek natuurlijk. Top. Maar is het een beetje in de game dat ook jij het echt bent, jouw stijl erin verwerkt is, zeg maar, hoe jij vecht, dat je dat ook echt in het spel terugziet? Ja, nou, sowieso, het poppetje lijkt gewoon heel erg goed. En bepaalde dingen die ik dus ook in het echt doe, die zie je wel terug in de game. Dus mijn manier van takedowns, manier van trappen, submissions, dat soort dingen. Dus nou, dat is wel leuk. Helpt dit nou een beetje bij de bekendheid dat je niet over straat loopt en mensen denken, hey, dat is hij van die ken ik uit de game of natuurlijk van tv gewoon? Ja, nou, de game natuurlijk nog niet, want die is nog niet uit. Maar ik merk wel dat het bekende wordt, dat mensen je herkennen, dat is wel grappig. Dus, ja. Ja. Want jij zit niet in het vorige deel dus? Nee, 2009, toen had ik mijn contract net getekend. Toen hadden ze het spelletje al gemaakt, dus daar zit ik nog niet in nu al. Dus, ja. En heb je al een beetje de kans gehad om er flink mee te kunnen oefenen? Nou, vandaag een beetje. En van de week heb ik heel veel gespeeld. Maar, ja, dat zit eigenlijk. En ben je wel een beetje een gamer die daarna nog mee aan de slag gaat? Of heb je precies van, ik zit erin, dat is leuk, maar echt veel mee spelen doe ik niet? Nee, ik game zelf wel toe wel eens, maar dat is gewoon onder trainingen. Dus als ik tijd heb, als ik niet aan het trainen ben en ik heb echt tijd om even te gaan zitten, dan wil ik wel eens een spelletje spelen. Zullen we even een wedstrijdje doen? Kijken of ik een beetje tegen opgewassen ben, want in het echt durf ik het niet natuurlijk. Dus in het spel komt het goed uit. Ik heb net een paar keer geknokt in UFC 2010 Undisputed. Dit is natuurlijk het vervolg op 2009 Undisputed, die vorig jaar uitkwam. Die game was ongekend populair in Nederland en werd heel veel online gespeeld. Nou, dit vervolg bouwt voort op die basis, maar is in alle opzichten stukken uitgebreider. Er zijn meer vechters, je kunt je eigen vechter ook weer aanmaken, maar dan met veel meer opties. Zo kun je tal van haarstukken selecteren. Je kunt je gezicht helemaal aanpassen, wenkbrauwen uitkiezen, noem het maar op. Je kunt tattoos overal op je lichaam plaatsen. Nou, dat zijn natuurlijk heel erg leuke opties, zodat iedereen zometeen zijn eigen unieke vechter heeft. Daarnaast weet de game de actie van de UFC-gevechten, zoals je die ziet op tv, heel goed naar de game te halen. Ja, je ziet echt de kracht waarmee die vechters elkaar tegen de grond werken. Je ziet het bloed in het rond spatten en dat is heel erg indrukwekkend. Nou, fans van het voorgaande deel, fans van vechtgames in het algemeen, die gaan dit spel dus gewoon aanschaffen. Dit was Rob Ottens voor IGN vanuit Amsterdam.